Dat is dat wel. Heel fijn dat we een gesprek kunnen doen over het kasteel van Gaasbeek. 2023 was een heel belangrijk jaar voor het kasteel van Gaasbeek. We hebben natuurlijk de heropening gehad en het kasteel heeft 3 jaar lang de deuren gesloten. Kunt u vertellen welke restauratiewerken er achter de schermen gebeurd zijn? Ja, dus de voorbije 3 jaar is het kasteel helemaal gerestaureerd, helemaal in de geest van de markiezin. En is eigenlijk ja, alles terug in ere hersteld. Er zijn restauratoren allerlei die gekomen zijn. Zo is een van de restauratoren die meer dan 3 kilometer lijntjes heeft gerestaureerd. Net voor de heropening in 2023 bent u aan het hoofd gekomen van de werking hier. Hoe waren de eerste maanden voor u? Ik denk dat toch in zekere zin in een soort flow of in een soort film dat je kwam. Want ja, het ging van hier naar daar, dus in zekere zin ook als een rollercoaster. Maar het is natuurlijk een zeer paradijselijke plek, zowel buiten als je hier aankomt, als hier op deze plek. En ook, niet te vergeten, met de medewerkers ook. Het belangrijkste is dat iedereen in zijn kracht staat, in zijn talent staat. En iedereen was zo blij dat die deuren terug open konden. Terug die band hebben met het publiek. En het hele mooie is dat we 40.000 bezoekers hebben gehaald. Een record op 4 maanden tijd. Dus dat wil wel zeggen dat Gaasbeek klaar is ja, voor de toekomst. Zeker, ja. De reden van de heropening op 1 juli was er ook een expo gemaakt door FC Bergman. Zij hebben zich geïnspireerd op de figuur van de markiezin, de laatste eigenares. Wat vonden zij zo interessant aan haar als figuur? Ja, ze hebben eigenlijk de fotocollectie gezien van de markiezin, waar dat ze eigenlijk zich verkleedt als page, als man eigenlijk, hè, in de mannenwereld, zoals zij als vrouw. Ja, de vrouwen waren aan de haard en de man ja, die voerde het grotere woord en voor de salons. En zij verkleden zich juist om in die wereld van die mannen te horen. Okay. En dat is wat FC Bergman interessant vond, is natuurlijk de identiteitskwestie vandaag. Wie ben ik? Ben ik man? Ben ik vrouw? Ja, ben ik X? Allee, wie ben ik? En gewoon de fundamentele zoektocht van wie ben ik? En dat past hier ook perfect in het kasteel. Niet alleen bij de markiezin, ook de andere kasteelbewoners zijn allemaal zeer eigenzinnige mensen, heel rebelse mensen. Waar je enorm veel van leren. En als er iets is wat we graag aan de bezoeker willen meegeven, is dat ze hier een plek hebben waar ze zichzelf kunnen zijn. En eigenlijk zijn we allemaal zoekende mensen. Dan zoeken we betekenis in dit kasteel. En de tentoonstelling en de collectie kan hier gewoon maar toe bijdragen. Super. Na de herfstvakantie van 2023 hebben die dan een wintersluiting gedaan. Achter de schermen is er nu van alles aan het gebeuren voor de heropening in 2024. Wat staat er zoal op het programma? Ja, het heel grappige, als je het woord wintersluiting hebt, dan denkt iedereen, ja, die zitten daar stil in Gaasbeek. Maar dat is helemaal natuurlijk niet zo. Het kasteel was effectief leeg, maar nu komt de collectie terug. En dat is een heel fijn moment, dat al die collectiestukken die lang in Vilvoorde en in het depot hebben gezeten, of op andere plekken, die nu terug in situ komen. En wij hebben de scenograaf Nick Kortekaas, die een hele mooie scenografie heeft gemaakt. En nu komen alle stukken op de juiste plaats. We zijn nog de laatste, ja, dat gaan we straks zien, de laatste koperstukken worden geboend, de schilderijen worden recht opgehangen, het licht wordt gepositioneerd, er worden foto's gemaakt in de ridderzaal. Voilà, dus ja, we zijn aan het creëren, we zijn aan het worden en dat is echt een heel mooi moment.